Al en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe podcast op mijn kanaal. Ja, alweer 2021. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit jaar is voor mij toen echt voorbij geklapt. Misschien komt het ook wel omdat voor mij niet zo heel veel veranderd is. Maar desalniettemin hoop ik dat je een mooi kerstfeest hebt gehad, ondanks alles. En ook een mooi oud en nieuw en dat jullie ja, het mooiste nieuwe jaar mogen krijgen waarvan je maar kan dromen. En ja, dat zou mooi zijn. Laten we er met z'n allen gewoon een mooi nieuw jaar van maken. Maar voordat ik ga beginnen met deze podcast, gaan we eerst even een nieuwe winnaar uitkiezen van de winactie voor de Troll Diva. Jullie hebben allemaal massaal meegedaan. Echt super leuk om te zien en dat we haar op die manier hebben kunnen verrassen. Volgens mij zit ze nu bijna aan de 400 abonnees. Dus ja, 100 van haar doel vandaan, maar toch heel dichtbij gekomen dankzij jullie. Dit had ik echt nooit verwacht zoveel. En ja, dat vind ik heel erg tof. Maar de winnares die heeft zich niet gemeld. En de laatste keer dat ik een winactie deed, is de winnares ook niet op komen dagen. Dus ik denk, ja, ik ga het nu gewoon opnieuw verloten. Er is zat tijd voorbij gegaan. Ik heb op Facebook nog een berichtje uitgestuurd of ze zich wou melden. En nu gaat de kans gewoon naar een ander. Ik heb de lijst met degenen die meededen erbij gepakt en die geabonneerd zijn. En dan ga ik gewoon doorheen scrollen en dan stop ik op een gegeven moment. En dan kijken we wie er gewonnen heeft. Dus ik begin met scrollen. En dan heb ik hier degene onder mijn duim zitten als het goed is. Wie er gewonnen heeft, laten we gaan kijken. Dat is Neeltje van Anroy. Jij mag mij een berichtje doen naar meetbyjerike@gmail.com of via Instagram even een privéberichtje sturen of via Facebook. Dus de linkjes staan ook altijd hieronder in de beschrijving. Kun je zo doorklikken of even het mailadres kopiëren en dan komt een pakket jouw kant op. Bedankt voor het meedoen. En laten we dan gewoon lekker meteen gaan beginnen met de podcast. Allereerst, ik zie er niet uit. En nee, dat is niet om naar complimentjes te vissen. Dit is gewoon een mededeling en geen vraag. Ik zie het gewoon aan mezelf. Ik ben onwijs moe. Ik ben uitgeblust. Ik kan niet meer. Ik loop op mijn tandvlees. Maar ja, dat hoort allemaal bij wat er allemaal gaande is, daar hebben we het straks verder nog wel over. Maar we moeten het maar even mee doen. Ik had wel heel erg veel zin om te filmen, dus mijn man die is deze week waarschijnlijk veel thuis. Dus die is nu naar zijn vrachtwagen gegaan om te poetsen, zodat ik hier beneden even lekker kon filmen. Want anders moet ik op zolder in dat koude hok en het is daar één grote teringbende. Omdat alle decoratie van de woonkamer daar staat. En ik zag er zo tegenop. Ik zeg, ik heb zo'n zin om te filmen, maar niet om daar. Hij zegt, ik ga mijn vrachtwagen poetsen. Heb jij lekker een paar uur en dan ga jij maar lekker filmen. En Sascha is weer bij mijn schoonmoeder, bij haar oma. Met de kindjes aan het spelen na een paar weken weer. Dus ik heb er nu even lekker de tijd voor. Al is het voor mij toen al wel heel laat om te filmen. Normaal begin ik met filmen rond een uur of 11. En als ik 2 video's wil opnemen, heb ik die tijd ook echt wel nodig. Want normaal haal ik dan ook om 3 uur mijn neefje van school op de dinsdag. En die breng ik dan bij mijn schoonmoeder en dan pik ik daar vandaan meteen Sascha weer op. Maar ja, de scholen zitten dicht, dus ik heb wel wat langer de tijd. Maar normaal dan begin ik echt al wel rond 11 uur om te filmen. En nu is het 2:50. Dus we gaan even kijken hoeveel we op kunnen nemen. Ik wil hierna sowieso nog 1 video kunnen filmen en dan ben ik ook wel tevreden. Ik pak er weer even mijn lijstje bij. Sorry jongens, ik heb onwijs veel zuurbrand. Dus als je me elke keer heel overdreven hoort slikken, dan is dat echt om te zorgen dat er niks uitkomt. Laten we het daar maar even op houden. Zwangerschap. Goed, ik heb niet zo heel veel gemaakt voor mijn doen. Dat heeft natuurlijk met de verbouwing te maken. Ik heb echt onwijs weinig tijd. En als ik de tijd heb, als ik 's avonds niks om mijn handen heb en
Sascha eens een keer vroeg in bed ligt. Nou ja, vroeg aan normale tijd normaal. Maar ja, dat schiet er nou ook elke keer bij en dan ligt ze pas 8:30, 9:00 op bed. En ja, normaal wil ik haar eigenlijk tussen 7:30 en 8:30 op bed en dan hebben wij nog een hele avond voor ons. Maar ja, als ik die tijd al heb, dan merk ik gewoon echt dat ik voornamelijk wil rusten. 8:30, 9:00 aan naar bed gaan, dat ik niet meer kan. En ook helemaal geen zin heb om dan te haken of braaien, maar dat ik gewoon of lekker een filmpje ga kijken op de bank onder een kleedje of een spelletje op mijn mobiel speel en ja, gewoon even hersenloos gaan, zeg maar. Al begint het haken en het breien nu wel weer wat meer op te komen, gelukkig. Het grootste gedeelte hier is al gedaan. Daar ga ik niet te veel over hebben, want jullie hebben massaal gestemd op een losse video over de verbouwing. Dus die komt naar ergens 21 januari, als alles af is en we hebben alles ingericht. Dan ga ik kijken of die kan monteren. Maar ik heb wel een aantal dingetjes afgemaakt en gemaakt en die wil ik jullie laten zien. En ik begin nu met steekmarkeerders. Ik had best wel veel steekmarkeerders gemaakt toen de bouwvolk noem ik ze altijd. Ik weet niet of dat onaardig klinkt, het is niet onaardig bedoeld, maar nou ja, de mannen die hier bezig waren in huis, zeg maar, moest ik Sascha hier in de kamer houden, zodat ze niet wegging en Dizzy niet de deur uitvloog als het open was. Dus ben ik met haar aan tafel gaan zitten, heb haar knutselspullen gegeven en ben zelf daar lekker naast gaan zitten steekmarkeerders te maken, want dat was echt weer nodig. Ik had niks meer op voorraad. Ik kan jullie niet heel veel meer laten zien, want ik heb ondertussen 7 markeerders alweer weggestuurd. Ik heb de 3 naar Elzemieke de Jong gestuurd als bedankje nog voor het megapakket garen wat ik toen voor YouTube heb gekregen van haar. En ook mocht ik daar spullen van de winactie bij doen en voor babydekentjes, maar ook zelf houden. Ik mocht gewoon, zeg maar, ik zat er vrij in wat ik wou doen en dat was echt een enorme zak. Echt super lief. En ik had haar toen gezegd van, joh, stuur me mijn adres even en dan zorg ik dat de steekmarkeerders jouw kant op komen als een bedankje. Heel lief, leuk en aardig, maar echt dat bruin van mij. En van de week dacht ik, oh, ze reageerde op een video en toen dacht ik, shit, ik heb haar nog nooit die steekmarkeerders gestuurd. Wat slecht. En ik vind het zo lief dat zij dit heeft gedaan. En toen dacht ik meteen, oké, ik heb weer een nieuw setje voorraad gemaakt. Ik ga ze nu in een envelop doen. Dan kan ik straks een kaart erbij doen en schrijven en dan opsturen. En ik had er nog 3 gedaan naar Vicky. Ik weet de achternaam even niet meer. Die had de winactie op Instagram gewonnen over het boek van Stephen King. Dan moet ik nog 2 bladzijdes. Dus ik weet al wanneer die uit zou zijn. En zij zat er het dichtst bij. Dus die heb ik er ook 3 keer op, of 3 op gestuurd. En ik heb er nog 2 gestuurd naar... ik ben haar naam even kwijt. Was dat Sylvia? Ik durf het niet meer te zeggen. In ieder geval, die heeft ooit een winactie gewonnen. En die kreeg een steekmarkeerder toen kapot aan. En er waren er 2 of 1 weg. 1 was weg en 1 was ze kapot. Dus zat maar 1 goeie. En dat vond ik zo sneu dat ik ook tegen haar heb gezegd, joh, de eerstvolgende keer dat ik weer steekmarkeerders moet verzenden, doe ik voor jou ook even nieuwe. Is ook alweer 1/2 jaar geleden. Echt, oh, ik moet daar echt eigenlijk gewoon meteen achteraan, want anders vergeet ik het. Maar ik was er nu mee bezig. Ik denk, die ga ik ook meteen doen. Dus die heb ik er ook weer 2 nieuwe opgestuurd. En dan weliswaar niet die zij toen de tijd gekozen had, want die heb ik niet meer. Maar ja, ik hoop dat ze deze ook leuk gaat vinden. Nou ja, zonder te veel te lullen, laten we gewoon beginnen. Ik heb volgens mij 2 stuks waar ik er al een keer wat mee heb gemaakt. En dat was, dit pomponnetje heb ik een nieuwe gemaakt. Dat was het laatste pomponnetje wat ik nog had. En deze met die ananas. Daar heb ik er ook al wel vaker een van gemaakt.
Dan heb ik er een aantal gemaakt. Die heb ik dus ook naar iemand opgestuurd. Er eentje van. Met I love knitting. Knitting. Echt heel leuk. Oké. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Scherpstellen kent deze camera nog niet. En ik had er een aantal ook opgestuurd met verschillende kleurtjes van deze. Dus gewoon van die glinstersteentjes in. En die had ik in het blauw en het paars. En volgens mij in alle kleuren wel. Hier is gewoon een zilveren. Ik had een aantal van deze bloemetjes gemaakt. Ik had ook met vlindertjes en zo, maar die heb ik dus allemaal wel opgestuurd. En met spiegeltjes. Een bloemetje. En dan de laatste die ik jullie nog kan laten zien is deze met het schaartje eraan. Vond ik ook wel leuk erbij passen. Dus dit zijn de enige steekmarkeerders nog die ik over heb. En ja, je bent toch best wel even bezig met zo'n markeerdertje te maken. Helemaal met die tangetjes en alles eraan vastknijpen. Dus, maar ik vind het wel heel leuk om ze nu en dan te doen. En ja, ik heb ervoor gekozen om toch maar gewoon meteen het op te sturen in plaats van te wachten tot deze podcast. Want ik denk eer dat ik er dan weer aan denk. En het moet gewoon niet zo lang duren zoals nu. Even kijken, wat is het volgende op mijn lijstje wat ik af had? De muziekmobiel was ik de laatste keer mee bezig. Dat weten jullie misschien nog wel. En daar heb ik alle tipjes voor af. Ik weet niet meer welke wat garen is. Dat is maar te lang geleden om het te onthouden. En welke ik eerst al had gemaakt en welke twee jullie al hebben gezien en niet. Dus ik laat ze allemaal nog even zien. Ik heb hier een beetje een mintgroene. Hier een hele donkergroene. Hij komt op beeld blauw over, maar hij is echt donkergroen. Heel mooi. Lichtblauw. Dan zie je de groene draadjes bijna uit, niet van zo'n camera. En deze, dat is een wat gedemptere kleur. En die ga ik dus aan zo'n muziekmobiel hangen voor in de box. De muziekmobiel en alles heb ik al. Ik had alleen nog een nieuw muziekdoosje ervoor besteld, want die van ons die was kapot. En ik heb toen tijdelijk die van mijn zus toen de tijd geleend. Maar ja, die heeft in tussentijd toen ook weer een kindje gekregen, dus die heb ik weer teruggedaan. Dus ik had weer een nieuwe besteld, maar ik ga dat ding pas echt in elkaar zetten zodra de box hier staat. Want anders heb ik hier weer een half af iets liggen en het huis is al zo'n puinzooi nu. En dus ik denk, ik leg dit gewoon netjes in de lade en dan doe ik dat wel wanneer ik de box heb gedaan. Dus die kan weer van het lijstje af wat ik zelf wou maken voor de baby. Dan heb ik ook nog een baby badcape afgemaakt. Die kun je zien op mijn Instagram. Een van de laatste posts. Daar was dat volgens mij. Misschien dat je die daar ook al wel gezien hebt. Ik wou hem laten zien, maar heel stom. Ik heb hem al die tijd bewaard om na die tijd te wassen, zodat ik hem in de lades kan leggen. Maar ik ben dus er vanmorgen niet goed bij geweest en hij zit as we speak in de was. Ik denk, oh, laat ik die meteen even uitwassen. Ja, de reden dat hij daar lag, was niet omdat hij meteen de was in moest, maar omdat ik hem eerst aan jullie wou laten zien. Maar goed, die zit dus in de was. Als ik eraan denk, laat ik hem jullie de volgende keer zien. Maar het kan ook best zijn met mijn brein dat ik er niet meer aan denk. Maar je kunt hem dus gewoon de foto's ervan op Instagram vinden. En dan de twee projectjes waar ik mee bezig ben. Dat zijn allereerst een babydeken. Ook gewoon voor hersenloos vaste gekozen. En ja, hij moet natuurlijk nog helemaal geblokt worden. Ik haak heel strak, dus dat krult allemaal heel erg. Hier zit hij vast, lijkt het wel. Zo. Ik wil hem nog flink wat langer maken. Want dat vind ik altijd wel fijn. Grote babydekentjes van die hele kleintjes en zo. Die gebruik je toch minder. En ja, ik bal er nu wel een beetje van dat ik voor vast heb gekozen. Ondanks dat het makkelijk is, is het ook oer saai. Maar dat is wel een ideaal projectje dus voor als mijn hoofd te vol zit. En die maak ik dus ook met garen wat ik van Elsemiek heb gekregen in het pakket toen. En volgens mij is dit garen dat uit Frankrijk komt. En ik
denk ook een beetje oud garen. Dus ik weet ook niet of het daar überhaupt nog te koop is. Maar ik heb er even een extra bolletje bij gepakt om het jullie te laten zien. En dat is deze Rubis garen. Ik denk dat je het zo uitspreekt. In kleur nummer 3036, mocht je het nog kunnen krijgen. En het is gewoon een lief babyblauw kleurtje. Oh, jongens, ik word hier niet goed van. En het is heel erg vergelijkbaar met de Zeeman Royal garen. En dan de feeling van het Zeeman Super Soft. Dus dat is heel erg fijn. En ik vind het babydekentje ook wel echt heel leuk worden. Ondanks dat hij simpel is. En dan het laatste projectje waar ik mee bezig ben. Dat zijn sokken. In hysterische kleuren. Er zitten ernstig in de knoop, dus ik laat jullie hem even zo zien. Echt, het zijn neon kleuren, dat zie je op beeld echt niet, maar echt het spat ervan af. De hakken heb ik er al in. En ik ben nu naar de teen aan het breien. Deze gaat de volgende keer weer verder. En bij de volgende sok ben ik al toe aan het breien van de teen. Leuk zijn ze, hè? Ik hou ervan. Nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik echt kan zien dat dit stresssokken zijn. Ik heb meer gaten gebreid dan dat ik sokken. Ik bedoel, ik heb altijd wel een beetje een gaatje in de hiel hier. Ja, dat kun je helemaal niet zo goed zien volgens mij. En die maak ik dan dicht, maar dit is echt wel extreem. Aan beide sokken, dat ik echt denk, hoe heb ik dit voor elkaar kunnen krijgen? Maar het maakt niet uit, als ze af zijn, dan maak ik ze weer netjes dicht. En dat garen is trouwens deze. En volgens mij heb ik die bij de Buttinet besteld. Het is Sensitive Socks van Klaus Koch Collection. En dit zijn dus sokken die goed zouden moeten zijn als je een wolallergie hebt. Het staat er allemaal in het Duits op en echt, ik ben daar verschrikkelijk in. Het is 93% polyacryl en 7% polyester. 100 gram en 430 meter en het is kleur nummer 80. Dus mocht je daar nou op zoek zijn, ik vind ze echt heel erg tof. En als deze af zijn, dan ga ik weer een paar voor mijn moeder opzetten. Want die heeft haar eerste paar versleten. Ja jongens, ze heeft er gewoon een gat in gedragen. Maar echt, ze draagt ze elke dag. Dus als iemand het waard is om nieuwe sokken voor te breien, dan is het mijn moeder wel. En ja, dat doe ik dan met alle liefde. En het paar wat ik haar de laatste keer heb gegeven, dat was nog niet zo heel lang geleden. Die draagt ze nu dus elke dag, omdat ze die andere kapot heeft gedragen. Maar die vindt ze niet zo fijn. En ik had ze toen ook meteen weggegeven. Omdat ik na het breien al dacht van, dit gaat niks zijn voor mij. Het voelde zo stug. En ik weet niet meer wat dat nou was. Volgens mij Prolana. Als ik goed zeg. En dat was ook een katoengaren tegen allergische reacties, meen ik. Maar het voelde gewoon heel stug. Niet fijn. En zij vindt alle sokken prima als ik ze brei, want ze is er dol op. Dus ik zeg, hier mam, neem jij ze maar. En toen zei ze ook van, die sokken die ze kapot had gedragen, dat ze die toch echt wel veel fijner vond. Dat ze dit stofje niet zo prettig vond. Maar ze draagt ze wel elke dag. En zij doet ze vaak ook nog over haar gewone sokken heen. Dus dan draagt ze eerst normale sokken en daar overheen doet ze de gebreide sok. En dus ik vind het ook wel waard dat ze even weer een nieuw paar erbij heeft. En het liefst zou ik er een aantal voor haar breien. Maar dan weet ik gewoon dat ik verveeld raak als ik er 2 of 3 paar achter elkaar voor haar breien. Omdat ik dan, ik vind het juist leuk om ze zelf te kunnen dragen als je ze hebt gebreid. Maar wie weet kan ik de energie ervoor vinden en lukt het me dan nog op tijd. Dat is het plan, de campagne. En dat was eigenlijk alles wat ik jullie kon laten zien. De sjaal die ik om heb, want heel leuk.
Jullie reageerden maar Sal op mijn laatste video dat jullie die sjaal zo leuk vonden. En dat is gewoon een sjaal die ik voor een tutorial al had gemaakt. Dus laat ik deze ook even benoemen. Dit is ook een sjaal die ik zelf heb ontworpen. En die kun je op mijn YouTube kanaal vinden onder de naam Eureka Sjaal. Deze ziet er niet zo heel mooi meer uit, maar dat komt omdat hij gewoon heel veel liefde heeft gehad, waardoor hij begint te krullen en eigenlijk moet hij gewoon nodig de was in en kan ik hem weer even netjes opspannen. Maar ja, ik vind het een hele fijne sjaal. Hij houdt je lekker warm, maar tegelijkertijd is hij ook luchtig genoeg om bijvoorbeeld in de lente of de zomer om te slaan. En het is een hele diepe punt. Dus ja, dat geeft ook net weer wat andere ja, feeling of zo eraan. En dit heb ik gemaakt volgens mij met katoengaren van de Action of de Xenos. Maar dat zie je ook wel in de video, benoem ik dat ook wel. Van die cakes waren dat. En ja, ik denk ik zeg het erbij. Mocht je op zoek zijn naar een nieuw patroon en je hebt deze nog niet gemaakt of gezien, probeer het eens. Ja, plannen. Ik ga hierna, als het even lukt qua timing, een video filmen van alle sokken die ik heb gemaakt dit jaar. Hoe ze er nu uitzien en dat had ik allemaal beloofd. Ik pak ondertussen even mijn lijstje erbij wat ik had opgeschreven voor dit podcast. Dus dat wil ik hierna gaan opnemen. Ik heb hier echt een hele doos naast me staan. Want ik heb ook de sokken van mijn oma die zij voor mij heb gebreid erbij gedaan. Want zij breide altijd sokken van gewoon normaal garen van de zeeman en zo. En om jullie te laten zien hoe die eruit zien. Al moet ik wel zeggen dat het vooral veel gedragen is door mij in bed. En nu ik zelf sokken breide maak, doe ik ze ook nog wel eens aan als mijn eigen sokkenvoorraad op is. Om gewoon te dragen. Maar dat deed ik nooit omdat ik dat zonde vond. Omdat ik zo gek was op die sokken. Maar sinds ik zelf kan breien vind ik het niet zo heel erg meer. Al doet het me wel pijn als ze kapot gaan. Want ja, het is dat door mijn oma gemaakt. Ondertussen neem ik even lekker een slokje thee in mijn de liefste mama van de hele wereld mok. Gewoon simpele bosvruchten thee, altijd lekker. Die mok die heb ik trouwens gekregen in het kraampakket van Sasha. En dan hadden mijn ouders en mijn zus zo'n kraampakket samengesteld dat ik elke dag een cadeautje uit mocht pakken. En mijn man die heeft er toen ook een in het grijs met sterretjes gekregen met de coolste papa volgens mij. Dus ja, heel erg leuk. Ik zit te denken, ga ik mijn haakwerkje erbij pakken of niet? Ja, laat ik maar gewoon doen. Ga ik verder aan die simpele babydeken. Dan heb ik daar ook maar vandaag weer een aantal steken aangebreid. Deze deken heb ik eigenlijk helemaal gebruikt onder het genot van een huis vol. Dat mag ik elke dag heel graag kijken. En ja, dat duurt 3 kwartier volgens mij. Dus dan kun je al best wel een eindje of haken. En, maar het is nu afgelopen. En echt, ik had zo'n respect voor die familie Jelies. Echt petje af. In de winkels ook, in de supermarkten. Hoe netjes die kinderen allemaal staan te wachten in plaats van jengelen en zeuren. En zo respectvol als ze met elkaar omgaan. Ja, ik vond het echt een heel mooi gezin. En ik hoop ook echt op bij een eventueel volgend seizoen dat we ook weer van hun mogen genieten. Maar dat vond ik ook altijd van die papa Jay. Die vond ik ook heel leuk uit het vorige seizoen. Dus het seizoen hiervoor. Maar daar zie je ook nooit meer wat van. Ik zag pas wel dat hij zijn vrouw of zijn ja, vriendin ten huwelijk had gevraagd. Of ging trouwen of zo. Maar ik vind het wel jammer dat hij ook niet in dit seizoen zat. Want ja. En de buddelbroekjes. Ja, dat vind ik ook altijd heerlijk om naar te kijken. Ik vind dat gewoon zo'n heerlijk gezien. Altijd chaos en gezeur. En, maar ook gewoon lekker die droge humor waar ik van hou. Dat hebben hun. En die Rob, daar moet ik ook altijd zo om lachen. Echt, ja. Ik vind dat heel leuk om naar te kijken. En wie had je dan nog meer? De familie Kraantjes. Ja, dat eerlijk
vond ik dan weer niet een hele leuke familie. Maar ja, je kunt niet altijd alles leuk vinden. Dus ze zullen ongetwijfeld heel aardig en leuk zijn. Maar ik vond die andere twee gezinnen gewoon wat leuker. En ja. Maar nu heb ik dus weer een lijstje naast me liggen. Hè? Wat ik netjes bij heb gehouden, wat ik voor jullie wou vertellen in de podcast. En ik ben hier weer over aan het lullen, wat helemaal niet op de planning stond. Maar hé, zo lullen we de tijd wel weer vol, hè? Nu zeg ik al een aantal keer achter elkaar een niet net woord. Mijn excuus, ik zal erop letten. Ja, de verbouwing, daar komt dus een losse video over. En ja, de reden waarom je mij nog voor een witte muur ziet zitten, die zal ik je wel even verklappen. Dat is omdat we verftekort hadden. Dus dit stuk is wit en de rest van de kamer is roze. Maar ja, die mengkleuren kunnen nu dus niet bijgemaakt worden. Want de computers mogen niet aan daar, waar we het gekocht hebben. Dus we moeten wachten tot na de lockdown voordat we eindelijk deze kamer ook af kunnen maken. En ik eindelijk kan gaan beginnen met decoreren. Echt heel erg fijn. We hebben alleen maar vertraging en tegenslag na tegenslag. En nu hadden we dat ook ergens wel verwacht, omdat dat eigenlijk altijd zo is. En dat klinkt heel deprimerend, maar ja, dat is gewoon zo. Bij ons kan nooit wat normaal gaan en gaat altijd alles fout. Dus we hadden het al wel een beetje ingecalculeerd, maar begint het nu wel echt heel erg zat te worden. Ik merk dat we allebei gewoon echt op zijn en toe zijn aan ons eigen plekje. Want ja, je hebt toch de hele tijd werklui over de vloer en je voelt je een beetje te gast in je eigen huis. En nou ja, deze week ben ik ook alweer 30 weken zwanger, dus dat, ja, dat verneem je wel. Zeker met nog een kleintje die er rondloopt en een hond die nergens naar luistert. En het hoort erbij. Maar daar ga ik dus niet te veel over uitweiden wat er allemaal mis is gegaan. En wat er allemaal wel goed is gegaan en wat er allemaal is gebeurd. Dat zie je dus allemaal wel in die video. Alleen heb ik de keuken dat die eruit is niet gefilmd. De keuken is er nog steeds uit. Die wordt pas de 20ste geplaatst, dus dat duurt ook nog heel lang. Ik heb niks meer daar staan, alleen de vaatwasser. En ik denk dat ik de rest ook met de hand kan gaan doen, want alles stond net alweer blank door de vaatwasser. Afvoer, die zit er niet goed in, maar die krijgen we niet voor elkaar nu. Omdat alles ook doorgezaagd is natuurlijk, dus ik ben er bang voor dat dat er ook weer bij komt. Maar ja, gisteren is daar alles al gestuukt en glad gemaakt. Dus het ziet er al niet meer zo uit als de laatste week. En ja, ik vind het ook gewoon even goed. Ik ga pas weer filmen voor die video als alles klaar is. Als we opgelucht adem kunnen halen. En dan kan ik meteen een mooi overzicht maken voor jullie. Dus ja, dat lijkt me een beter plan. Als iemand van jullie tips heeft tegen zuurbrand, hoor ik het echt heel graag. Rennies, die vreet ik bij het leven. Echt waar. Die had ik vandaag nog mee moeten nemen met boodschappen. Niet aangedacht. Nou ja, ik heb nog één doosje. Melkproducten, die kan ik niet verdragen, want ik heb die lactose-intolerantie en ik heb wel sojamelk hier staan en dat helpt ook wel een beetje. Maar als ik echt een flinke zuurbrandaanval heb, werkt dat ook niet. Ik heb op aanraden van de verloskundige, ja, dat was een fles met een goedje wat je moest opdrinken elke dag, geprobeerd. Werkt ook niet. En echt, ik krijg overal zuurbrand van. Of ik nou gewoon water drink, gewoon thee drink, brood eet of aardappelen, maakt niet uit. Ik krijg zuurbrand. En ook echt heftig dat ik gewoon moet overgeven van de zuurbrand. En elke dag van de, of elk uur van de dag heb ik er last van. Dus ik ben er echt goed zat van. En ik weet ook dat zuurbrand, als je het echt zoveel hebt, ook heel, ja, schadelijk voor je kan zijn. Niet alleen voor je gebit, maar ook door het vele spugen natuurlijk.
maar ook voor je slokdarm en zo, dat je dan meer kans krijgt op slokdarmkanker. Tenminste, dat is wat mij al een aantal keer is verteld. En ik geloof het meteen, want het voelt gewoon niet fijn. Maar ja, dus daarom ook wel, naast dat het heel vervelend is, zoek ik ook wel echt iets om dat misschien ja, toch wat minder schadelijk te maken. Of wat draaglijker of zo. Want ja, ik kan het begrijpen als je denkt, nou, als dat alles is. Maar ja, het loopt nu de spuitgaten wel uit. Bij Sasha had ik er ook wel last van. Vooral de laatste 2-3 maanden zit ik nu dus ook in. Maar draaglijker dan nu. Niet zo heftig dat ik ervan over moest geven. En ook niet zeg maar elk uur van de dag. Dan kwam het gewoon 2 keer op een dag opzetten. En dan nam ik een paar rennies of wat sojamelk. En dan ging het ook wel weer weg. Maar dat lukt nu dus niet meer. Zo. Ja, ik heb de kerstdingen trouwens ook wel echt gemist hoor. Ik ben heel erg liefhebber van de kerstboom en gezellig maken in huis. En ja, dat was nu gewoon niet te doen. Dus ik heb dit jaar geen kerstboom opgezet. En vorig jaar ook niet, omdat Sasha toen net begon met lopen. En overal aan zat. Maar ik zeg al kan die kleine straks net kruipen of lopen of wat dan ook. Volgend jaar gaat de kerstboom nu wel weer staan. Want ik mis het echt. Ik vind het zo ongezellig. Kerst zonder kerstboom. En ik weet dat veel mensen vinden dat daar de gedachte niet over gaat. Is natuurlijk ook wel zo. Maar hey. Ja. Doet er ook niks aan af toch? Het mag toch ook gezellig zijn in huis. En warmte. En liefde voor elkaar. En ja. Ik mis het in ieder geval. En dan vertel ik jullie ook altijd in de nieuwe podcast van het nieuwe jaar wat mijn nieuwe doelen zijn. En normaal heb ik die altijd wel. Maar nu heb ik maar één klein doel. Ook op het oog dat de kleine straks komt. En dan moet ik toch ook weer even een stapje terug doen met mijn YouTube ook. Voordat het weer allemaal opgepakt kan worden. En ik denk, ja, wat is voor mij een haalbaar doel? Waardoor ik geen stress krijg. Dat ik denk van, oh my, ik wil dit behalen in dit jaar. En wat is voor mij behaalbaar? En wat past erbij? En toen dacht ik, het eerste wat in mijn huis, of in mijn huis, in mijn hoofd opkwam. Dat was van ons huis een warm thuis te maken. Daar kijk ik echt naar uit. Gewoon lekker warmte laten uitstralen. Gezelligheid voor je gezin. En sfeervol. En ons huis gewoon echt een thuis te laten voelen. En dat vind ik toch wel echt een van de grootste doelen. En het doel daarnaast, wat ik ook nog heb, dat zal wel heel tof zijn als ik dit jaar de 1000 abonnees mag halen. Stiekem had ik het gehoopt voor afgelopen jaar. Maar als ik kijk waar ik nu sta, dat had ik eigenlijk ook al nooit verwacht. En elke abonnee is erin. En met ieder van jullie ben ik even blij en dankbaar. En ja, ik vind het gewoon prachtig dat jullie er zo voor ons zijn. En de reacties, de interactie die ik met jullie heb. En het voelt ook gewoon altijd als een familieclubje. Als ik met jullie aan het praten ben of tegen jullie aan het praten ben. En ja, ik zie jullie dan wel niet, maar jullie zitten stuk voor stuk in mijn hart. Echt waar. Dus ja, heb je al geabonneerd? Hartstikke bedankt. En als je nog niet geabonneerd hebt, maak je me daar heel erg blij mee door dat wel te doen. Het is gewoon gratis, kost je niks. En ja, daarmee steun je mij wel enorm. Ja, de video over sokken had ik opgeschreven dat ik die op wou nemen. Dus maar dat had ik jullie dus al verteld. Dan ben ik ook begonnen met wat al lang op de planning stond. Als jullie mijn podcast lang volgen, dan weet je dat wel. Dan denk je misschien, dat wou je toch al lang. Klopt, maar ik heb het nu pas gedaan. En dat gaat over producten zetten op Vinted. En daar ben ik nou mee begonnen en even kijken.
Eergisteren volgens mij ben ik ermee begonnen en ik heb inmiddels al 2 pakketjes naar postkantoor mogen brengen en een stuk of 12 items al verkocht. Dus dat gaat echt 10 keer sneller dan via Instagram of Marktplaats. En ik vind het echt heel fijn werken. Mocht je daar interesse in hebben, mijn account, er staan nu alleen nog kinderkleertjes op. Maar ik heb ook echt al zakken vol kleding van mij wat er nog op moet. Die zet ik er denk ik als laatste op. Eerst even gewoon de zakken van Sasha doorwerken. En dan mocht je daar interesse in hebben en mij willen volgen, dan heet ik daar Just Al, dus niet A, maar Al Little Love aan elkaar. En ja, dan kun je me daar volgen en misschien zit er wel wat voor jou tussen. En het zijn echt allemaal kleine prijsjes van 1 euro tot 2,50 euro of zo. Dus ja, maar dat gaat dus super snel en daar verbaasde ik me echt wel over. Ik had gisteren een pakketje verkocht en vanmorgen deed ik mijn ogen open en keek op mijn mobiel hoe laat het was. En toen zag ik dat ik alweer een bundel had verkocht. Dus die heb ik vanmorgen, toen ik Sasha weg had gebracht, meteen even bij het postkantoor gedropt. En ja, ideaal. Mocht je daar trouwens nog vragen over hebben, dan kun je alles gewoon, als je de app downloadt van Vinted, dan daar wordt alles uitgelegd hoor. Hoe je kunt verkopen of kopen en kun je allemaal terugvinden onder de veelgestelde vragen. Ja, en dan heb ik eigenlijk alleen denk ik nog maar babynieuws te vertellen. Ja, ik kan me niet wat anders bedenken, dus mocht je niet geïnteresseerd zijn in de babynieuws, dan kun je bij deze afhaken en dan bedank ik je voor het kijken. Dit is het stukje wat ik er alweer aan heb gehaakt. En mocht je wel benieuwd zijn naar het babynieuws, dan kun je lekker blijven hangen. Zullen we beginnen met een bankupdate? Als dat gaat lukken zo, want mijn camera staat heel laag, omdat onze bank vrij laag is. Ik ga jullie even iets naar achter schuiven. Opsakee. Hier zie je de bak met sokken al stiekem staan. En dan ga ik even staan. Ja, ik heb weer zwart aan jongens, maar ik heb een behoorlijke toeter. Ja, je ziet het nu dus haast niet, maar het kindje ligt ook echt in een punt, lijkt het haast wel op het moment. Ik haal jullie weer iets dichterbij. Ja, ik draag dit kindje wel echt heel anders dan dat ik bij Sasha deed. Droeg ik ook echt wel heel erg naar voren. Dan zag je van achteren niet dat ik zwanger was. Maar dit kindje draag ik wel meer over de breedte. Maar ja, in een soort van punt of zo. Het is echt een hele andere zwangerschap. En dat is ook wel leuk om mee te maken natuurlijk. Het zijn ook 2 verschillende kinderen. Dus wat dat betreft is dat ook niet zo gek. We zijn inmiddels helemaal uit over de babynaam gelukkig. En allebei heel erg blij mee. En ja, echt heel stom dat we daar nooit aan gedacht hebben of zo. Maar het past bij ons, het hoort bij ons, het past bij Sasha. En ja, hartstikke leuk. En nog meer nieuws over de baby. Ik mag toch eindelijk mijn droombevalling gaan doen. Als het even kan, als de baden beschikbaar zijn, mag ik nu een badbevalling doen. En dat wou ik bij Sasha heel graag, maar vanwege alle medicatie en medische indicaties die ik heb, moet ik onder streng toezicht in het ziekenhuis bevallen. Onder medisch toezicht, een heel team. En ja, toen de tijd kon dat nog niet, omdat bij Sasha hadden ze nog geen baden. En nu hebben ze 2 kamers waar een bad in kan. En ja, dan is het gewoon heel erg hopen dat die kamer vrij is voor mij. En dat ik het nu wel als mooi kan gaan ervaren en een mooie kraamweek tegemoet ga. Ik weet dat eigenlijk die rauwe wolk helemaal niet bestaat. Wij hebben hem ook altijd
zwarte donderwolk genoemd. Maar ja, het zou wel fijn zijn als we een andere kraamweek hadden dan bij Sasha. Dat je toch ja, ook dat geluk wel mag voelen en de liefde voor je kindje. Dus ja, daar gaan we heel hard voor knokken. Lekker concoenen met ons gezin en hopen wat dat betreft dat de maatregelen daarin nog niet zoveel anders worden. Zou ik niet zo erg vinden als we dan nog in lockdown zouden zitten. Heel egoïstisch voor ons gezien, zeg maar. Natuurlijk voor alle ondernemers en alles wel. Maar ja, voor ons zou het wel heel erg goed zijn. Want wij zijn allebei heel slecht in nee zeggen en in mensen wegsturen. En we hebben toch gemerkt dat gemiddeld kraambezoek je toch 3 uur blijft plakken. Ook al zeg je 100 keer dat je moe bent en dat je graag wilt gaan liggen. Maar we gaan het gewoon anders aanpakken. Dat hebben we onszelf wel beloofd. Dus hoe dat loopt, dat zien we allemaal wel. Daar ga ik me de kop nu ook niet gek om maken. Maar ik ben wel heel blij en dankbaar dat er nu in ieder geval de optie en de kans is dat ik nu wel een badbevalling mag doen. En ja, ik zie ook helemaal niet tegen de bevalling op. Ik kijk er echt naar uit. Bij Sasha heb ik er ook nooit een moment tegen op gezien. En zei ik ook meteen toen ze eruit was van nou, dit zou ik zo weer doen. Terwijl heel veel die erbij waren echt zeiden dat het een traumatische en een horrorbevalling was. Heb ik dat achteraf gezien niet zo ervaren. Maar ja, ik ben benieuwd wat ons boven het hoofd hangt. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Ik heb er nu ook wel vertrouwen in dat het allemaal goed gaat. En ja, ik heb er vertrouwen in. Dus ik ben heel benieuwd. En verder zijn we ook bezig gegaan met de babykamer. De meubeltjes staan erin. Het is daar allemaal gesausd. En er liggen al kleertjes in de kasten. En we moeten echt nog de laatste dingetjes aanschaffen. Zoals kraamverband, onderbroeken. En beddengoed voor de baby. En een babyfoon. Volgens mij is dat het. En dan hebben we bijna alles. Dus dat is ook heel erg leuk hoe dat kamertje zich begint te vullen en echt een babykamertje begint te worden. En ja, qua decoratie moet ik er ook alles nog wel doen hoor, want ik heb nog niks leuk aangekleed en we willen nog een stoel er hebben om te voeden. We willen er een vloerkleed, wandplanken, spiegel. Maar ja, je moet het er ook niet weer te vol gaan bouwen, want het is een heel klein kamertje. En ja, het moet niet verstikkend worden natuurlijk. Dus we gaan het zien hoe we dat gaan doen. Ja, ik heb de zin om ermee verder te gaan. Zo, thee is op. Mijn thee is ook op. Ik ga hierna lekker even die sokkenvideo filmen. En dan sluit ik deze ook af. En hoop ik jullie snel weer te zien in een volgende video. En winnares, stuur maar dus even een berichtje. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral. En kom gezellig bij ons familieclubje. En ik wil je graag bedanken voor het kijken. En ik hoop je snel weer te zien. Doei!